Hey, welkom bij een nieuwe video. Super leuk dat je kijkt. Ik heb dus een Tesla deze week, wat super chill is. Ik dacht, ik ga er een video mee opnemen. Niet één, maar twee. De tweede komt volgende week. Maar deze week ga ik iets heel leuks doen. Namelijk, al mijn vrienden zitten bij mij in de auto. Nou ja, niet allemaal, want ik had niet heel veel tijd meer. Eigenlijk was dit het wel en zijn dit de enige vrienden die ik heb. Wat we gingen doen, die auto die kan dus optrekken naar 100 binnen 2,7 seconden. Dat is vrij snel voor een auto. Wat ik heb gedaan, ik heb de vrienden naast me gezet in de auto. En toen ging ik er gewoon met ze optrekken. Dus ik ging een ritje met ze maken en dan ineens optrekken. En dit was hun reactie. Veel kijkplezier. Laat me je wat praten. Wie heeft niet met de baas? Wie voelt op? Wat de fuck, man. Wat drijft, hè? Yes. Lekker, man. Nou. Ik doe mijn gordel even op, hoor. Toch gek hoor, zo. Echt hè? Ja. Zo gescheiden. Kunnen jullie wel zoenen? Nee. Oh. Hij is niet goed dicht. Jawel. Oh, grapje. Ja toch? Nee, wat slecht. Hé, hey, elleboogje. Elleboogje, ja, ik kan ook zo. High five. Nou, zo minder. Ik kon echt niet met jou, hè? Hoezo? Jij ja, kom je ophalen. Lieverd, ik ben aan het wachten. Ja, ik had verteld dat ik dit wilde opnemen. Ja, maar ik ben toch aan het werk? Het is niet dat de hele wereld stilstaat dat ik voor jou in die auto kan gaan zitten, hè? De wereld staat letterlijk stil. Ja, dat is een beetje waar. Jouw leven ligt nu echt in de hand van mij. Ja, en van de Tesla, want de Tesla remt gewoon wanneer die in gevaar ziet. Een schermpje het is, hè? Corona-proof. Hé, hey, wat nice dit. Thanks. Ja, helemaal zelf gekocht. Oh, dit. Ja, dat heb ik wel echt zelf gekocht. De auto. Dat was zelf gekocht. Ja, nee, Stefan heeft hier net gezeten, of niet dan? Hoezo? Ik lig. Oh, toch een warme kont. Nee. Goed. Waarom lig ik? Heeft Stefan hier net gezeten? God, ja, je moet hem iets omhoog zetten. Oh my god. Oh my god. Wat? De microfoon zat er niet in. Ik ben bang voor plexiglas eigenlijk. Ja, ik ook. Het is de eerste rit namelijk. Kijk het bewegen. Jezus. Maar goed, hey, daar ben ik. We hadden het over dat we dit leek kapotje rijden, maar dan niet. Ja, vriendenboekjes vragen en gast. Wie is de gast? Wie is de gast? Ik ben de gast. Kut. Er is één ding wat ik altijd van potje rijden geleerd had. Ja. En dat was dat je geen wit aan moest doen. And look at me now. Wearing white. Wat was je aan het doen vandaag? Nou, niet veel. Oh. Zo, moet ik nog even niet aankomen. Lekker Fred. Waarom lijk je zo klein? Ik ben klein. Hoezo? Oh. Waarom lijk je zo klein? Hoeger. Klein maar fijn. Voor alle chickies, hoe gaan we deel? Deze man, voor 1,63 en ik ben trots aan wat u. Je weet toch, mentaliteit van 2,50 meter, bro. Waar heb je het over? Wat is er? Wat ben je van plan eigenlijk? Want ik weet helemaal niks. Nee, we gaan gewoon je reactie filmen. Oh ja. Ja. Dit is echt heftig. Zit ik toch nooit met andere mensen aan. Oh mijn god, oma, wat de fuck doe jij? Dat was nog niks. Kan je het even zeggen of zo? Hallo! Ik ben er maar! Maar hoezo moet jij je voor een video maken dan? Ik heb gewoon geappt naar een van die gasten daarover. Van Tesla. Van Tesla. Van... Ik heb allemaal kinderen van 14 die me volgen. Als ik in jullie Tesla ga rijden, wedden dat jullie er vet veel verkopen. Ze hebben allemaal vet veel zakgeld gekregen en zo. Ja. Ja, dat is wel een beetje hoe het ging. Hier, dus daar heb je ze. Ah, daar heb je Sean! Wat lijkt. Oh my god. Dat is fucking chill, ja, fucking goed, hè? Heb je hier gewoon allemaal... Heb je ook nog een koelkastje of zo? Dat niet, dat is de enige. Ik kan wel zonder handrijden. Ja, dat is wel echt fucking vet. Autopilot. Ja. Hoe lang heb je je rijbewijs? 6 maanden. Vandaag 6 maanden. Vaak heb je gereden? Heb je vaak gereden? Ja, wel echt veel, ouwe. Ja? Ik rijd wel sowieso iedere maand 1 keer. Oké. Dat is wel goed, man. Hé, hey, dat doe je wel goed, hoor. Hé, hey, broer, zet dat uit. Ik word gek van dat, man. Maar, Brit, wat is jouw favoriete gespreksonderwerp? Werk. Nice. Oké. En wat ga je vandaag doen? Ik ben aan het werk, op zich, best wel. Waar ben je aan het werk? Bij het strand. San Diego. Brit, wat is jouw lievelingsdier? Ik denk wel nu toch wel een kat. Een
Nice. Vroeger was het dolfijn. Oh. Fun fact over Maarten, hij heeft 3 neusgaten. Stomme wielrenners. Stomme wielrenners. Ja, even de vering omlaag. Oh, zeer laag. We gaan dus zo launch mode gebruiken. Dat betekent dus dat het afschietmodus is. Oh, ik dacht dat hij dan DJ Jean de launch had. Nee. Wat we even gaan doen. Mag ik? Regent het nou? Ja, je mag zeggen, maar dat wordt wel weggebliept. Ja. Of een ander woord. Wacht, kan ik een soort beat maken met het piepje? Nee. Ja, ready? Ja. Oh my god, serieus? De hele tijd gezegd, Sjan, je gedraagt je als een mogol. Nee, dat zei ik helemaal niet zo. Ik zei gewoon, doe even normaal. Ja! Je hoeft niet zo dit en zo op te trekken! Nee, weet je wel dat gevoel dat je in je buik hebt? Als je een achtbaan op gaat zo en dan naar beneden gaat, weet je wel, dat heb je hier. Weet je wat ik dus denk? Je hebt van die vleugeldeur, toch? Stel, je laat die open. Ja, kan het zo? Zou het? En dan stijgt hij op. Zou het? Ja. Ik denk ook wel dat hij een beetje omhoog gaat. Maar Brit. Ja. Wat was jouw beste vak op de middelbare school? Muziek of wiskunde? Muziek? Hoezo? Gewoon, Sjan. Hoezo? Hoezo? Ik heb vroeger de basisschool. Nee, heb ik ukulele en blokfluit gespeeld. Nee, ukulele? Ja. Dat vind ik het meest kutte instrument wat er is. Wat nice! 100% zeker. En ik heb moeten zingen. Heb ik ook nou, laat horen. Kun je een stukje zingen? Zit hier in de auto. Yeah! De verveling die slaat toe. Wow! I love it, I love it! What a great song! What a great song, people! This is amazing! Zeg mijn voornaam. Zeg mijn voornaam. Sun, ik zeg het gewoon. Hoezo kan je het niet uitspreken, ouwe? Ik wil het niet uitspreken. Sean! Deze vent kan mijn naam niet uitspreken. Broer, ik wil het niet. Ik wil het niet. Ik kan niet echt een baard zetten, maar als ik het dus... Maar wat heb je? Ja, flas. Wat is flas? Ja, ik noem het even flas. Ja, ze noemen het altijd. Oh, flas. Ja, ik weet het. Gewoon heel dun, zacht haar. Dus, maar ik moet het na een dag moet ik het wel scheren, want anders lijkt het heel onverzorgd. Het is zo veel informatie eigenlijk. Wie is dat dan? Druk je gewoon een knopje in of zo? Dat is mijn richting aanwijzer. Echt? Die vering moet aan. Zijn we? Is het al gefixt? Oh. Sjan! Ah, stoppen! Als je het water inrijdt, dat is het grootste trauma die ik ooit in mijn leven zou krijgen, denk ik. Ik weet niet eens of je het zou overleven. Oh, wat is het dan? Dat is echt wel afbouw. Wat is deringziek? Nee toch? Ben je misselijk? Ja, boeien. Mijn raam kan nog open lijken. Doe je zo even achterover. Kom op, je hebt fucking 5 keer in een achtbaan gezeten. Vond ik dat leuk, Sjan? Nou, nee. Oké, 3, 2. Oké, stoppen! Eddie? Ja. Holy fuck! Ik wil verder! Oh.
Wow, je bent zo wat afgeschoten, hoor. Nee. Oeh, die was echt nice, ouwe. Ik kan hier niet tegen. Oh, wat een vette auto. Sean, laat me gaan. Je wordt er wel wakker van. Ja. Door dit soort momenten weet je dat je leeft. En vergeet niet te reageren met wat jij graag op mijn kanaal zou willen zien. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan even, want het is helemaal gratis. Dan zeg ik dit, hoi hoi. Hoi hoi. Jezus.